Prophet Johan and Alex, we thank you for the invitation. Prophet for coming. Johan and Alex, ik dank u voor de uitnodiging. Het is voor mij een eer om hier te mogen spreken. Amen. It is an honor to be here. Amen. En ik wil jullie allemaal zegenen. Amen. You are all blessed. Amen. Jullie mogen gaan zitten, lekker. Ga lekker zitten. Ja, 2 jaar geleden. About 2 years ago. Was Pastor Benny here? He was in Amsterdam. Pastor Benny was in Amsterdam. And he have a translator. En hij had een vertaler. And this translator. En deze vertaler. He cannot quickly translate him. Hij kon niet snel vertalen. This Pastor Benny here, he said. Pastor Benny here zei. The Spirit of the Living God. De geest van de levende God. He is the Creator. Hij is de maker. From all the languages. Van alle talen. Dus. So. I today I said to you. Vandaag zeg ik tegen u. That you're speaking all Dutch. Amen. Dat is allemaal Nederlands. Amen. En je spreekt allemaal Nederlands. May God open your ears. Mogen de Heer uw oren openen. For the language of Dutch. Voor de Nederlandse taal. Not I speaking, not English. Only the living God. Alleen de levende God. Yes, you know. Dat weet u. That many years ago. Veel jaren geleden. Mijn vrouw die zegt tegen mij, je moet beginnen te starten in het Engels te gaan praten. My wife told me you have to start to speak in Engels. English. En ik zeg, oh nee lieve schat, dat lukt mij niet. And I said, no my sweetheart, that's not going to happen. And she said, you can it. En zij zegt, u kunt het. Met de Holy Spirit. Met de Heilige Geest. You can all. Kunt u alles. Halleluja. Halleluja. Kijk, en ik ga het vandaag met jullie hebben. And today I want to talk about. Over de Heilige Geest. The Holy Spirit. In het leven van Jezus. In the life of Jesus. Ik neem jullie mee. Naar Matthäus 1 vers 18. I want to take you to Matthew. Pak je Bijbel er allemaal bij. Chapter 1 vers 18. En daar staat dat Jezus, de geboorte van Jezus. It is about the birth of Jesus. En het geschiedde al dus, terwijl zijn moeder Maria ondertrouw was met Jozef, bleek dat ze was zwanger door de Heilige Geest. Halleluja. Kun je dat vertellen? Nee. Yes, you are pregnant from the Holy Spirit. Yes. Amen. We are the Dutch. We are the Dutch. Amen. Ja, zij is zwanger door de Heilige Geest. She was pregnant with the Holy Spirit. En de geest van God die komt ook tot Jozef. And the spirit came to Joseph. En zegt tegen Jozef, luister Jozef. And said to Joseph, listen Joseph. Jouw vrouw. Your wife. Is zwanger van de Heilige Geest. Is with child for the Holy Spirit. Zo moeten wij ook. And that is how we are meant to be. In ons leven. In our lives. Zwanger worden. Pregnant. Van de Heilige Geest. The Holy Spirit. Dat hebben we nodig. Als je vol verwachting bent, de vrouw. When you are with a lot of expectation. Wanneer zij zwanger wordt. When the woman is pregnant. Dan kan ze niet wachten op die dag. And she can't wait on that moment. Dat het kind gaat komen. That the child will come. We moeten ook niet wachten. We're also not supposed to wait. We moeten vol verwachting zijn van de Heilige Geest. We have to be full of expectation of the Holy Spirit. Halleluja. Dan gaan de wonderen gebeuren. And then that's when the miracles will take place. En dan Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest. And Jesus was baptized in the Holy Spirit. Amen. Amen. En dan neem ik jullie mee naar Jesaja. I want to take you to Jesaja. 11. 11. Vers 2. Verse 2. Wil je dat voorlezen? Amen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en van sterkte. De geest van kennis en van vrezen des Heren. Halleluja. Amen.
And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Amen. Amen. So as we gedoopt worden, so as we are baptized in the Heilige Geest, in the Holy Spirit, dan gaat er een extra op jouw leven komen. And there will be an extra unction on your life. En niet zomaar iets. And not just something. The Spirit of Wisdom. De geest van wijsheid. Haha, je moest het zelf veranderen. Maar je deed het goed. Amen. De geest van kennis. The Spirit of Knowledge. En de vrees des Heren. And the fear of the Lord. En de geest van raad. And the Spirit of Counsel. En de geest van sterkte. And the Spirit of Might. Kijk, toen David. When David. Hij was vervuld al met de Heilige Geest. He was full with the Holy Spirit. En hij liep op weg. And he was on his way. En er kwam een leeuw aan. And a lion came. En hij zegt tegen die leeuw, jou kan ik wel aan, want ik heb de kracht van God. And he said, I can deal with you because I have the strength of the Lord within me. Want met de kracht van God. Because with the strength of the Lord. Zou jij bergen kunnen verzetten. Amen. You will be able to break down mountains. Met de kracht van God. With the Spirit of the Lord. Zou jij een super PIED zijn. You will be a super PIED. Amen. Ja, een professor, doctor in de godsgeleerdheid. Yeah. Halleluja. Yes, you must change your habits. Amen. Ja, begrijp je? Als wij Jezus in ons hebben. Do you understand when we have Jesus in us? Amen. En je hebt te weinig kennis in je leven. And you have too less knowledge in you. Vraag God. Amen. Ask God. En hij zal jou het geven. And he will give it unto you. Jaren geleden. Many years ago. Ik had nergens verstand van. I didn't have any knowledge of anything. I am a PIED in de weetnietkunde. I am a nothing head. Ja, ik wist niks. I didn't know anything. Maar ik wist één ding. But I knew one thing. Bij in de Bijbel er stond iets. Because in the Bible there was something and I read it. En dat begreep ik in Jesaja 11 vers 2. And I understood it in Isaiah 11 verse 2. En ik zei Vader. And I said Father. Als ik ergens in tekort schiet. If there's anywhere that I'm lacking. I ask in your name. Ik vraag in uw naam. And it shall be. En het zal geschieden. Halleluja. Amen. Want dat is God. Because that is God. Amen. Amen. Halleluja. Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest. Ik ga even iets sneller. Jesus was baptized in the Holy Spirit. I'm going a little bit faster now. Jezus bezat de Heilige Geest niet met mate. Jesus didn't have more than enough of the Holy Spirit. Johannes 3. John 3. Vers 34. Verse 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden Gods, want hij geeft de geest niet met mate. For he whom God hath sent speak the words of God, for God gave him not the spirit by measure unto him. Amen. Amen. Dus als iemand. So if somebody. Bijvoorbeeld. Langs in het spreken. Wanneer are not. Low. Wanneer low is in het spreken. Oh, when somebody is slow to speak. Nee, not slow in speak. No. Not powerful speaking. Oh, when somebody is not powerful to speak. Yes. Yeah. Oh, okay. Yeah. You can do a little bit. I am. Yeah. Ja, nog meer, nog meer, nog meer. Ik verstop mij niet. Amen. So. Dan is het een probleem. Then it becomes a problem. Niet van kennis. Not an understanding. Maar het is een probleem van de Heilige Geest dat ze die niet hebben. But it's a problem of the Holy Spirit that you don't have it. Er zijn vandaag en de dag heel veel kerken. And nowadays there are many churches. Ze weten wat het letter is. They know the letters. Maar de Spirit van de Living God, dat maakt het levend. Mm. But the Spirit of the Holy, the power of the Holy Spirit is that what make brings it alive. Yes, in this life. In dit leven. Hebben we nodig. We need this. Goed zo. Amen. Want wandel jij. Dus if you are walking. Vanuit de Heilige Geest. Within the Holy Spirit.
dan is je leven wauw. Then your life is wow. En weet je wat wow betekent? Do you know what wow means? Way. W-O-W. Walking on water. Wandelen op water. Juist. Halleluja. Jezus die deed het ook. Jezus heeft het ook gedaan. Want die boten die waren daar te duur om te huren. Because that boat was too expensive to rent it. Wow. Amen. Amen. Maar gaan we even vanuit de Heilige Geest. But if we are walking with the Holy Spirit, dan zal je gaan zien wat er gaat gebeuren in je leven. Then you shall see what is going to happen in your life. Jezus. Jesus. Werd geleid door de Heilige Geest. Was led by the Holy Spirit. Als je kijkt naar Matthäus. When I look at Matthew. 4 vers 1. 4 verse 1. Toen werd Jezus door de Geest geleid naar de woestijn. When Jesus was led by the Holy Spirit into the desert. Amen. Kan je het lezen? Matthäus 4 vers 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness and be tempted of the devil. Juist. Mm-hmm. En dan zitten wij, dan zeggen wij, ja, mijn vader. But we said, and father. Ik zit vol van de Heilige Geest. I'm full of the Holy Spirit. Waarom moet ik in de wildernis? Why do I have to go into the wilderness? Je hebt een wildernis nodig. You need a wilderness. Om tot een grotere zalving te gaan komen in je leven. Get to and come a higher unction into your life. I like problems. Ik hou van problemen in mijn leven. Het schaaft mij. It shapes me. Amen. Het verandert mij. It changes me. Het brengt mij naar een hogere doel. Er zijn heel veel mensen die vragen vandaag aan mij, oh, wil je voor mij bidden? There are many people nowadays that are asking me to pray for them. Dat al de problemen weggaan. That the problem will go away. I call and pray for you. I come and I bid for you. That you have more troubles in your life. That you meer problemen heeft in je leven. Amen. More troubles. Nog meer problemen. Dat brengt jou naar een hogere doel. I bring you to a higher level. Ik had vandaag iemand. Today I had somebody. En ik zeg, luister, ben jij teleurgesteld? I said, are you disappointed? And she said, yes. And she said, ja. Ik zeg, teleurstellingen. I said, disappointment. Zijn vaak Gods weg. Those are most of them God's ways. Om tegen jou te zeggen. To tell you. Dat ik iets beters voor jou heb. That I have something better for you. Waarom zullen we genoegen nemen met een kleine beetje? Why would we settle with less? Als God jou wil brengen op een hoger niveau. God wants to bring you to a higher level. Maar God is de super trainer. De super coach. God is our super coach. Hij weet precies wat jij voor nodig hebt. He knows exactly what we need. Ik zei, oh Heer, geef mij geduld. I said, God, give me patience. Heer, geef mij precisie in mijn leven. God, give me precisiveness in my life. Heer, geef mij iemand die mij meehelpt de auto te besturen. Help, give me somebody that can help me drive the car. Heer, geef mij iemand die mij de juiste woorden in mijn mond legt. Send me somebody that can put the right words in my mouth. En God gaf mij mijn vrouw. And God gave me my wife. De eerste keer, dat moet je niet zo zeggen. The first time you should not say that. Je moet het anders zeggen. You have to say it differently. Je moet rustig rijden. You have to drive slowly. Je moet het anders doen. You have to do it differently. Je sokken opruimen. You have to clean up your socks. Oh, what are you, a dirty man? What bent u vieze man? Oh, ja. Nou, maar zij veranderde mij. But she changed me. Want God had haar aan mijn zijde gezet. Because God placed her beside me. Amen. Amen. Dus de Heilige Geest hebben wij nodig. We need the Holy Spirit. Om te veranderen in ons leven. To change in our, bring change in our lives. We hebben de destijd nodig. We hebben het woestijn nodig. Om tot onze destiny te komen. Om tot onze bestemming te komen. Amen. Amen. Begrijp je nu waarom die woestijn? Do you all understand why do you need a desert? Yes. Volgende punt. Jezus trekt demonen uit. Jesus binding demons. Door de Heilige Geest. By the Holy Spirit. Matthäus 12 vers 28. Matthew 12 verse 28. Maar indien ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. But if I cast out the devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Amen. Amen. Kijk,
Dan is de grootte de zalving, hè? That you see that the anointing is much more stronger. Wanneer jij demonen kan uitdrijven bij mensen. When you can cast out demons out of people. We kijken er vaak van op als iemand lichamelijk wordt genezen. We are too many times we are looking when somebody is healed in the body. Dat zijn vaak zulke kleine demontjes. Those are small demons. Gewoon even een hikje. And he's gone. Klaar. It's done. Maar dan heb je soms te maken met allemaal psychische problemen. And then you're dealing with all kind of physical problems. Jaren geleden, ik had een vrouw. Many years ago, there was a woman. En ze belde mij. And she called me. En ze zegt, ik ruik de dood. And she said, I'm smelling death. En ik zeg, I am, ja, Jezus is het licht. And he said, Jesus is het licht. En als jij het licht wil hebben van hem. And if you want to have his light. Dan is het one step. That is an eight step. En ik begon te proclameren voor haar. And I started proclaiming for her. En na een paar minuten begon ze te huilen. And after a few minutes she started crying. En twee dagen later belde ze mij op. 2 days later she called. En ze zegt toen u begon te spreken, te bidden. And she said when you started praying. Toen veranderde er iets in mijn huis. Wow. Something changed in my house. Mijn muren waren zwart, die werden in één keer wit. My walls were black and suddenly they turned white. Het licht had ik uit en het ging in één keer aan. The light was off and suddenly it went on. En ze voelde in één keer blijdschap in haar ziel komen. And she suddenly felt joy in her soul. En toen schreeuwde ze daar, Jesus. And then she screamed out Jesus. En dat is de persoon. And that is the person. Die wij nodig hebben in ons leven. Amen. That we need in our life. En dan gaan de wonderen gebeuren. And that's when the miracles happens, the wonders happens. Ja, als Jezus deed wonderen door de Heilige Geest. Jesus did wonders by the Holy Spirit. Lucas 4 vers 18 en 19. De Geest des Heren is op mij. Amen. Luke 4 vers 18 en 19. Ja, lees het maar voor. The Spirit of the Lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach to preach deliverance to the captives and recovery of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. The Spirit of the Living God is on me. Is op mij. Want He anointed me. Om het goede te doen. To do the good. Om de mensen die gebonden te zijn. To set the captives free. Te bevrijden. To free them. Church. Kerk. Rise up in Jesus' name. Opstaan in Jezus' naam. Doe hetzelfde. Doe the same. Ga niet meer zitten. Don't be sitting. Maar ga uit. Go outside. En doe deze wonderen. And do these wonders. Want de schepping die roept naar de openbaarwording van de Zonen Gods. Creation is coming. Oh Lord. Yes. Halleluja. De schepping. Ja? Heb je het verstaan? Creation is waiting on the op de Zoon van Gods. Ja, om gebondenen te bevrijden. To set the captives free. Om gevangenen een vrijlating te geven. To set the captives free. En als jij kijkt vandaag naar de wereld, naar de wereld, when you look at the world, dan zijn er duizenden mensen die zijn niet bevrijd. There's thousands of people that are not free. Ze hebben Jezus nodig. And they need Jesus. En wij hebben meer de Heilige Geest in ons leven nodig. And we need more of the Holy Spirit in our lives. En dan zullen mensen blinden zullen gaan zien. Will see. Doven zullen gaan horen. Blauwen zullen gaan lopen. Want wij moeten daarvoor bereid zijn. Ze ben je er klaar voor? Are you ready for it? Ben je klaar? Are you ready for it? Om morgen de straat op te gaan. Go tomorrow onto the streets. Want Jezus. Because Jesus. Verblijdde zich door de Heilige Geest. Jesus manifested himself to the Holy Spirit. Lucas 10 vers 21. Luke 10. Terzijde tijd verblijdde hij zich door de Heilige Geest en hij zeide: ik dank u Vader, Heer des hemels en van de aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt
dood voor de kinderen geopenbaard. Amen. Dan worden we blij. And then we will be happy. Als Jezus iets gaat doen in je leven. When Jesus is doing something in our life. Dan word je blij. Then you are happy. Maar dan gaat er meer gebeuren. But more happens. Want dan gaan de mensen jou eren. People will honor you. Dan gaan de mensen tegen jou zeggen wat jij hebt. People will tell you what you have. Dat wil ik ook. I want that also. 2 jaar geleden. 2 years ago. Zat ik met mijn vrouw in de ministry team van Benny Hinn. I was in the ministry of Benny Hinn with my wife. En er was een vrouw en ze liep in een corset. And I was woman walking in a corset. Ze kon niet lopen, niet meer bewegen. She was not able to walk or move. En ik vroeg aan haar. And I asked her. Wanneer wil jij genezen worden? When do you want to be healed? Morgen? Tomorrow? Of today? Of vandaag? Ja, dat is het verschil. Sommigen zeggen morgen. Well, that's the difference. Some will say tomorrow. Dan gebeurt het nooit. Then it never happens. Zij zegt tegen mij. And she told me. En tegen mijn vrouw. And to my wife. Nu! Now! Ik zeg oké. Okay. And I said okay. Als je dat nu wil in de naam van Jezus, kom maar. And I said, if you want that in the name of Jesus. En we legden onze handen op haar. And we put our hands on her. En 2 seconden later kon ze rennen. And 2 seconds after she was free. Ze was vrij. She was free. Yeah. Er kwam 1 jonge man die kwam naar ons toe. And a young lad came to us. Hij was zwaar bezeten. He was very possessed. Een geest van alcohol. A spirit of alcohol. Een geest van drugs. A spirit of drugs. Een geest van perversie. A spirit of perverseness. Hij kon niet vrij worden. He was not able to be. Hij was bij zoveel centrums was hij geweest. He had been to many centrums. Maar nooit bij Jezus. But never to Jesus. En hij kwam daar. And he came. En hij werd eigenlijk door een groep Iraniërs naar voren gebracht. And a group of Iranians brought him in front. Van laat je maar bidden voor door deze man en deze vrouw. And they told him, let this man and woman pray for you. En ik ben niet gaan bidden. And I went to pray. Nee. We geven een commando. Een commando aan deze geesten. Om te wijken in Jezus' naam. I command these demons to leave in Jesus' name. En ik legde mijn hand op zijn hart. I lay my hand on his heart. Want you know, Pastor, waarom? Do you know, Pastor? Want alle overleggingen komen voort uit het hart. Because all the conviction comes out of the heart. En ik heb gebeden voor hem. And I pray for him. En we zijn weggegaan. And we left. En dit jaar. And this year. Bij Eurospirit. At Eurospirit. Er komt een jongen op mij af rennen. A lad came running to me. Hij zegt, u kan mij misschien niet meer. Maybe you don't know me anymore. Maar ik vergeet jou nooit. But I will never forget you. We moeten Jezus niet vergeten. We must never forget you. Mij mogen ze vergeten. We shall never forget him. Maar the only one touch. Met een enige raad. Only one touch of about Jesus Christ. Een jankie van Jezus Christus. De enige aanraking van de Heilige Geest. Just one touch of the Holy Spirit. Zal je leven veranderen. Will change your life. En op dat moment deze jongen zegt. And at this moment, at that moment the boy said. Je hebt vorig jaar voor de jongen gebeden. You prayed last year for this boy. En hij is als een veranderd mens hier weggegaan. And he left as a changed man. En hij is een vurige evangelist geworden. Wow. And he's a fire evangelist. Wow. En hij heeft geen drugs meer nodig. And he doesn't need any more drugs. Geen drank meer. No more alcohol. Geen seks in alles. He doesn't need sex in everything. Amen. Hij houdt nu van de Heilige Geest. He loves now the Holy Spirit. En dat moeten we hebben in ons leven. And that is what we need to have in our lives. Want dan gaan de wonderen gebeuren. That's when the wonders take place. Amen. Amen. Hoeveel minuten heb ik nog, profeet Jo? Hoeveel? 10 minuten. Okay, ik hou maar de tijd. Ik ben een Nederlander. I stick to the time. I'm a Dutch. Yes. De Afrikanen die nemen de tijd. En wij hebben de tijd. And we have the time. Ah, mooi. Alle telefoons uit. Spreek die. Well, take off all the phones. Door de Heilige Geest. Through the Holy Spirit. Gaf Jezus zichzelf als offer. Jesus sacrificed himself. Door de Heilige Geest. Through the Holy Spirit. Want zonder de Heilige Geest. Because without the Holy Spirit. Zou jij jezelf nooit kunnen opofferen. You will never be able to sacrifice yourself. Kijk, wij vechten thuis altijd wie het eten gaat maken. At home, we always quarrel who's going to prepare a meal. Zij
Lieve schat, het was mijn dag. Sweetheart, it was my day. Zeg, ja, lieve schat, de Heilige Geest vertelde mij dat het ook mijn dag was. Nou, ik zie wel de Heilige Geest. Het is de hals van de Heilige Geest. Ja, en we doen het samen. Doen we do it together, we do it good. Ja, de Heilige Geest hebben we nodig. Yes, we do need the Holy Spirit. Als het offer. As a sacrifice. Kijk. Wij houden allemaal, wie houdt er van de Heilige Geest? Who loves the Holy Spirit? Everybody. Ja, ik ben meester geweest. Hè? Yes, I was a teacher. Grapje. Kijk, weet je wat het mooiste is? Do you know what is so beautiful? We zeggen tegen de Heilige Geest. We tell the Holy Spirit. Oh Holy Spirit. Oh Heilige Geest. Bless my house. Zegen mijn huis. Oh Holy Spirit. Oh Heilige bless Geest. Bless my wife. Zegen mijn vrouw. Bless my car. Zegen mijn auto. Bless my portemonnaie, yes. Portemonnaie, ja. Bless my wallet. En dan willen we niks meer uit die portemonnee aan de Heilige Geest geven. Kijk, ik denk, ik heb een vraag aan u. Toen u bent gedoopt. I have a question. When you got baptized. Had u toen uw portemonnee nog in de bus? Do you have your wallet on you? Ik weet het niet meer. Ja, maar er zijn heel veel kinderen gods. Ze worden gedoopt zonder portemonnee in de broekzak. Many children of God are baptized without their wallets in their pockets. Kijk, de portemonnee is een portemonnee geworden. De portemonnee. The wallet. Is de portemonnee geworden. De Nederlanders zeggen portemonnee. Portemonnee. The wallet. Yes. No wallet. No money. Yes. Kijk, wij beperken onszelf. We are limiting ourselves. All the time we look at this also limit ourselves. We moeten onszelf niet gaan beperken. We do not have to limit ourselves. Wil je rijk worden? Do you want to be rich? Wil je rijk worden in het koninkrijk van God? Do you want to be rich in the God's kingdom? Amen. Dan moet je eerst je portemonnee gaan dopen morgen. Then you have to baptize your wallet tomorrow. En dan geef je aan de Heer. And give it to the Lord. Yes. En als er dan 100 euro in zit. Amen. When there's 100 euro in your wallet. En de Heer zegt tegen jou, je moet het geven aan mij. And the Lord says you have to give it. Ja, maar vader. Yes. And then you're like, yes, but father. Hallelujah. I still have to go to the little. Ja, ik heb 150 nodig. I need 115. Amen. Daar God uit. Amen. Yes. Daar God uit, zou ik zeggen. Yes. Halleluja. Want als jij God uitdaagt, amen. When you challenge God, dan ga je alles krijgen. Amen. Get everything from Him. Want dat doet de Heilige Geest ook. Because that is what the Holy Spirit does also. Want de Heilige Geest, because the Holy Spirit, heeft een hogere plan met, in de bedoeling met jouw leven. Because the Holy Spirit has higher plans with your life. Amen. En dat is het hogere plan. And that is a higher plan. Om niet op je eigen voorziening te gaan vertrouwen. So you will not be relying on your own understanding. Maar op de voorziening van koning Jezus. Yes. The resources of the King Jesus. Jullie mogen weten. You should know. Dat ik ben een. We leven elke dag van de genade van de Heer. We are living every day by God's grace. We hebben geen salaris. We don't have any salary. Maar God heeft tot nu toe altijd voorzien. Amen. God has always provided. Amen. Mensen die vragen wel eens aan mij, hoe kan het? And people always ask, how is that possible? Je hebt een telefonische helplijn waar 25 mensen achter zitten. You have a telephone center with 25 people sitting behind it. Je hebt online televisie. You have online television. Dat is omdat Jezus leeft. That is because Jesus lives. En omdat God wil dat ik het ga doen. And because God wants me to do it. Maar mijn geld is van God. Amen. My money belongs to the dus Lord. Het voordeel is. So amen. The advantage is. Dat ik heb helemaal niets. That I have nothing. Oh, toch nog een klein beetje. Oh, something small. Alright. Ja, ik laat het niet liggen. I don't let it on the ground. Want kleine begin is het belangrijkste. Amen. Is the most important thing. Elia, Elijah, die vraagt aan die vrouw. Ask to the lady. Wat heb jij in die pot? What do you have in that jar? Elisa, die vraagt aan die vrouw. Wat heb jij dan in die kruik? Elijah asks, what do you have in that jar? Amen.
Amen. Het kleine begin. Small start. Het kleine beetje olie. With a little bit of oil. Het kleine beetje meel. A little bit of flour. Maar durf je daarvan te geven. Amen. Dare to give from that little. Yes. Dan zal je grote gaan ontvangen. Then you will receive the large one. Daag God uit in alles. Amen. Challenge God in everything. Amen. En je zal wauw gaan worden. And you will be wow. Wandelen op water. Walking on water. Wil je aangeraakt worden door de Heilige Geest? Do you want to be touched by the Holy Spirit? Dan ga je hiervoor staan. Then you will stand in front of here. Okay, Ilse, wil je mij de olie aangeven? Mag dat? Ilse, do you want to give me the oil, please? Okay. All right. Kijk maar waar het is. Is daar op de tafel. Ja, of iemand anders heeft die olie. Hier is het. Halleluja. Prijs de koning Jezus.